Ja, ik kom uit een tijd van die bewogen beweging tijd dat spelen heel belangrijk was. En ik vind ook heel dingen door te spelen. Dan vind je opeens iets wat je helemaal niet zocht. Ik was 9 jaar oud, dat weet ik nog goed. En ik was met mijn moeder en mijn broertje, die was 11. En het verschil tussen de musea die ik al kende en deze atmosfeer die waarbij je meteen, het was eigenlijk de ballenbak, zoals kinderen nu naar de ballenbak gaan. Kijk, de mentaliteit was heel belangrijk voor mij. Die periode van na de oorlog, dat mensen weer het leven wilden omarmen, vooral de generatie die zich afzette tegen de autoriteiten die oorlogen in hun ogen veroorzaakt hadden, die voelde je daar heel goed. Het was al anti-autoritair. De pretentie van het museum was helemaal weg. Je hoorde overal geluid in het museum en je hoorde nooit geluid in het museum. Het museum was altijd statig en stil. Zoals een bibliotheek. Dat herinner ik me nog heel goed. En waar je kwam was dynamiek, dat was actie. Beelden bewogen dus. De tentoonstelling heeft een tiental werken. Er is er één buiten, er zijn 12 binnen in die. Het zijn installaties, je kan het ook beelden noemen. En er zijn beelden bij die zijn heel traag in hun dynamiek, in hun verschijning. Sommige beelden moet je wachten. Je moet wachten op dat moment. En als het dan komt, en je weet niet zeker of het wel dat moment is, omdat het zo traag, dan kan het nog bijna zijn dat jij dat moment maakt en dat het niet daar gebeurt. Het paard is natuurlijk een visueel grapje. Het is een kantjil met de schaduw. Het is schaduwbeesten met je handen maken. Die leven dan. En nu had ik een paard gemaakt. En dat paard had ik. Het galoppeerde op de wand van mijn atelier. Met dat geluid. Van die horentjes. Paard. Het was gewoon een goed paard. Maar ja, dat was alleen maar paard. Dat is eendimensionaal. Een fantastisch icoon. Maar het zijn niks. Oh, dit is het inwendige van het paard. Zo ziet het paard er nou van binnen uit. Dit is de lever. Op een gegeven moment sta ik er bij de Blokker of bij de Albert Heijn en zie je zo'n treintje waar zo'n kind dan in zit. En dat wordt dan nog een keer, maar nog een keer euro erin en dat kind dan. Toen wist ik het. Ik dacht, mijn paard is zo'n ding. Als ik dat dan transponeer, mijn paard naar die sfeer. Het enige wat je is, je moet zelf denken dat je op dat paard zit. Dus je moet toch iets doen. Het enige wat je moet doen is die knop indrukken, maar dan is het paard is daar. Maar jij zit wel op een zadeltje. Dat animisme, wat het is, dat op een gegeven moment verliezen we dat. Omdat we. Anders raken we in occulte fouten. Dat is ook goed dat we dat verliezen. Maar er zit ook iets van zo'n diepte in die ook in. Er zit ook een soort werkelijkheid in die ons iets kan vertellen. Spelen, spelen denken en spelen is de bron van onze ontwikkeling. In uitvindingen, in verbazing, in nieuwsgierigheid. Al die dingen zijn heel belangrijk. Dat maakt de mens groter dan hij kan zijn.